Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Dinsdagavond alweer. En zoals je ziet ben ik helemaal oranje van de zelfbruiner. En ik heb gisteren niet gevlogd. Want ik ging gewoon naar het kantoor. Mijn opslag van mijn camera was vol. Ik had mijn vorige weekvlog nog steeds niet gepost. Die is inmiddels vandaag online gekomen. En ik heb de hele dag gewoon gewerkt en in deze zelfbruiner gemarineerd. Want ik ga aanstaande donderdag op vakantie. En ja, aangezien mijn huid gewoon echt heel wit is en ik vind dat al mijn zomerkleding niet leuk staat, dacht ik, ik doe even lekker zelfbruiner op. Maar het is nu 5:30. Ik ben net klaar met werken. Ik ga nu koken en het Nederlands elftal speelt vanavond. Dus dat ga ik opzetten. Ik ben alleen thuis, want mijn vriend die moest naar de kapper. En die ging bij zijn moeder eten en voetbal kijken. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon tijdens het koken kijken. En daarna lekker op de bank ploffen met een bord eten. En dan de wedstrijd verder kijken. Dit moet ik er vanavond wel nog even afwassen. Ik wil nog mijn nagels doen. Ik wil nog een video editen. Geen idee of het allemaal gaat lukken, maar ik ga het in ieder geval proberen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is echt zo regenachtig. Maar ik heb dus een afspraak, een lunchafspraak met Martine. Maar dit weer, ik heb gewoon letterlijk een sjaal om en een jas aan. En het is juli, dat kan toch niet? Nou, gelukkig ga ik morgen op vakantie en ga ik dit verschrikkelijke land ontvluchten, want het is echt niet oké. Maar ik ben trouwens al mijn koffer aan het inpakken voor morgen. Ik ben nog niet zo ver. Want ja, tot hiervoor ben ik gekomen. We gaan natuurlijk ook niet zo heel lang, dus het is een beetje lastig hoeveel je dan echt moet inpakken. Maar dit is het tot nu toe. En nu ga ik mezelf voorbereiden om naar buiten te gaan. En te fietsen in het weer. Want het kan niet anders. Want het is met het OV. Ja, dan moet je alsnog door de regen. En dan zit je een stukje in het OV. En dan doe ik er echt veel langer over dan dat ik op de fiets ben. Het is namelijk maar 7 minuten fietsen. Dus ja, 7 minuten door de regen fietsen is nog wel te doen, denk ik. Ja, met de auto zou ik geen doen in Amsterdam natuurlijk. Ik ga niet 10 euro per uur betalen voor parkeren. En waarschijnlijk ook niet eens een parkeerplek vinden in de stad. Dus ja. Wish me luck. Het is inmiddels de volgende dag. Al onze spullen zijn ingepakt. We staan hier klaar. Mijn koffer is echt 25 kilo. Dus dat is echt mega zwaar voor 6 dagen. Dat vind ik echt niet normaal. Mijn vriendskoffer is 22 kilo. Maar ja, in mijn koffer zitten ook alle gezamenlijke dingen. Zoals handdoeken, duikbril. Weet ik veel wat allemaal. En in zijn koffer zitten gewoon alleen zijn dingen. Dus ja, dat heb je dan. En ik heb ook gewoon meer nodig. Meer schoenen, meer beauty dingen, meer weet ik veel. Dus die van mij is altijd zwaarder. Maar is het wel een beetje gek, vind ik. Oh, en hier is heel mijn krul eruit. Heel raar. Maar het zal wel. Nou ja. In ieder geval. Ik ga mijn laptop ook meenemen om te editen, maar dan heb ik ook weer zo'n zware handbagage. Maar het is denk ik maar even niet anders. Even kijken, ik krijg een appje. Ja, ik ga snel mijn laatste dingetjes pakken en dan gaan we naar het station lopen en dan naar Schiphol.
We zijn aangekomen in de kamer en ik zal jullie gelijk even een roomtour geven. Hier kom je binnen en dan is dit gelijk de badkamer. En hier om het hoekje nog een toilet. En best wel een grote kast, dus dat is wel chill voor al je spullen. Zelfs nog laadjes. Nog meer. En dan kom je hier. En dan is dit het bed. En hier een soort bureautje met een koelkast. En hier nog best wel veel ruimte. En dan is dit het uitzicht. Het is vandaag vrijdag en wij hebben vanochtend al lekker gesport en gegeten, ontbeten. En nu heb ik mezelf helemaal ingesmeerd en mijn bikini aangedaan en we gaan naar het zwembad. We hebben net ook een rondje gelopen over het resort of hotel of weet ik veel hoe het heet. Maar we kwamen erachter dat Sunweb ons eigenlijk een beetje heeft opgelicht. Want de foto's die online staan, dat zijn niet dezelfde foto's als dit hotel. Maar het is van het hotel ernaast. Dus we hadden het hotel echt geboekt op basis van die foto's. Want het is adults only en het zit aan het strand. En het had echt een heel mooi zwembad. En nou, het is wel adults only, alleen dat strand en dat mooie zwembad hoort bij het andere hotel. En dat is niet adults only, dus daar zijn super veel kinderen. Ja, en daar hebben wij gewoon niet zo heel veel zin in op onze vakantie. Dus ja, dat is eigenlijk wel een beetje zonde. Want ik denk dat als we dat hadden geweten, dat we misschien iets anders hadden geboekt. Maar goed, we gaan nu wel in ieder geval lekker aan het strand liggen. Of aan het strand, dat kan niet, aan het zwembad. En gewoon lekker in de zon liggen. Het is alweer avond en ik heb mezelf gedoucht en aangekleed om uit eten te gaan. Dit is de outfit geworden. De kamer is echt wel een mega rommeltje. Maar ik denk dat iedereen het wel heeft op vakantie. Maar we gaan dus gewoon lekker eten in het hotel en we gaan voetbal kijken. Dus daarom heb ik hakken aan. Anders zou ik dat niet doen, want ik heb geen zin om met hakken in de Rode Stad bijvoorbeeld te lopen. Maar we gaan nu eerst foto's maken en dan eten. Vandaag is zaterdag en wij hebben gisteravond lekker aan het strand gegeten, gewoon in het hotel.
En daarna zijn we nog even voetbal gaan kijken, want Duitsland, Spanje speelde en Portugal, Frankrijk. Maar we hebben van allebei de wedstrijden maar een klein stukje gezien trouwens. En ze hebben gewoon een heel scherm in het hotel opgezet. Dus dat is wel echt top. Dus we gaan morgen ook Nederland kijken daar. Dan is in ieder geval morgen, dat is vandaag al trouwens. Vandaag gaan we Nederland kijken daar. En het plan is om dan eerst te gaan eten in Rodelstad. En daarna weer terug naar het hotel te gaan om daar voetbal te kijken. Want het is echt gewoon een super groot scherm. Ik had gisteren ook wat beelden ervan gemaakt trouwens. En nu is mijn vriend aan het hardlopen naar de supermarkt. Om daar eventjes wat dingetjes te halen. Voor vanavond onder andere. Snacks voorbij de voetbalwedstrijd. En nog even wat water en zo. En ik ga nu ook eventjes naar de sportschool. Wij zitten echt het huisje dat zeg maar het dichtst bij de sportschool zit. Wij zitten echt letterlijk tegenover de gym. Dus ik loop zo meteen de deur uit en dan steek ik het weggetje over en dan ben ik er. Het is echt 5 stappen. Dus dat is wel chill. Dan ga ik even stretchen, want daar liggen van die matjes. Dat is lekkerder dan die stenen tegels hier in de hotelkamer. En daarna ga ik dus nog eventjes de vlog inplannen, denk ik. Want die moet morgen online. Die heb ik in het vliegtuig helemaal geëdit. Dus dat was wel chill. Dat wil ik trouwens met deze weekvlog ook gaan doen. Hem in het vliegtuig editen. En dat was het denk ik wel een beetje voor vandaag. Ja, verder gaan we gewoon echt heel de dag weer aan het zwembad liggen en chillen daar. Dus ja, ik kan daar ook niet echt heel veel filmen. Dus ik maak gewoon wat sfeerbeelden. Hopelijk vinden jullie dat ook leuk. En dan ga ik nu stretchen en daarna nog een beetje werk doen. Vandaag zondag en ik heb gisteren niet echt gefilmd volgens mij. Dus sorry daarvoor. Maar
We hebben eigenlijk gewoon een beetje bij het strand gelegen. Want we hadden een plekje gevonden die nog vrij was. Dus dat was wel uniek, aangezien we niet echt een strand hebben. Of nou ja, een heel klein stukje strand is dus van ons hotel. Maar het ligt gewoon altijd helemaal vol. Maar we hadden echt net geluk dat er precies mensen weggingen. Dus ja, daar zijn we uiteindelijk gaan liggen. En je hebt wel gewoon last van de kindjes die bij het andere hotel zitten. Maar ja, op zich viel het uiteindelijk nog wel mee en was het wel lekker. En daarna zijn we uit eten gegaan weer in het hotel. Weer aan het strand ook. Er zitten twee restaurants naast elkaar aan het strand. En het was echt heel lekker eten. Ik had iets genomen, iets typisch Grieks wat ik nog nooit op had. Ik weet niet eens meer hoe het heet, want ik kon het al niet eens uitspreken. Maar het was echt heel lekker. Daarna zijn we snacks gaan halen en voetbal gaan kijken. En wij waren echt de enige die voor Nederland waren. De rest was allemaal voor Turkije. Maar ja, uiteindelijk hebben wij gewonnen. Dus. En vanochtend hebben we lekker ontbeten. Even niet gesport, want het wordt hier alleen maar warmer en warmer en warmer. En wat ook een ding is, is dat ik gisteren ongesteld ben geworden. Dus ik zat überhaupt niet echt heel lekker in mijn vel. En nu nog steeds niet. Dus ik heb gewoon lekker een zwarte bikini aan. Ik hoop dat dit een beetje oké is vandaag. Want ik zit niet echt graag in bikini als ik ongesteld ben. Ik heb ook echt een hele opgezette buik. Maar goed, het is niet anders. Het is vandaag dus 35 graden en morgen worden het 36 graden. Dus echt super warm. Dus we gaan vandaag alleen maar in de schaduw zitten. Want anders hou ik het gewoon echt niet vol. Maar mijn vriend die ligt al beneden aan het zwembad. Ik heb me net nog even helemaal ingesmeerd en nu ga ik ook richting het zwembad. En dan gaan we daar gewoon heel de dag chillen. Dus ik zie jullie later hopelijk weer. Vanavond gaan we waarschijnlijk eten in Rodelstad. Moeten we wel nog even trouwens reserveren. Maar goed. Het is zo warm. Jullie begrijpen echt niet hoe warm het is. Het is gewoon 35 graden op dit moment. En ja, echt het zweet loopt over mijn rug. Jullie kunnen het niet zien, maar echt het zweet loopt over mijn rug. Maar ik wil niet klagen, want als ik deze kant op kijk, dan zie ik deze view. Wacht even. Ja, sorry, maar kijk hoe mooi. Gewoon het zwembadje met uitzicht op de zee. Ik ben helemaal gelukkig. Ik ga nu heel de dag in de schaduw liggen. Het is inmiddels zondagavond. Ik heb mijn haar gewassen, want ik was per ongeluk onder water gegaan in het zwembad. Maar ik ben er wel blij mee eigenlijk. En dit is de outfit. Ik ben ongesteld, dus ja, dan doe ik gewoon lekker zwart aan. En nu zijn we aan het wachten op de taxi tot hij ons op komt halen. En dan gaan we eten in Rodelstad. En ik ga jullie ook nog even het uitzicht laten zien vanaf onze kamer. Kijk hoe mooi. Hier hebben we heel de dag gelegen. Daar in het midden. Lekker in de schaduw, want het was veel te heet om daar te liggen. Het is vandaag maandag en ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. We hadden gisterenmiddag dus al een taxi geboekt voor de avond, zeg maar. Maar toen waren we aan het wachten en toen kwam de taxi en toen zeiden we, nou, we willen naar dit en dit restaurant. En toen zei hij, oh, dan kan ik jullie niet meenemen, want ik ga alleen naar de airport. Dus toen reed hij weer weg. Dus dat was minder en toen moesten we nog best wel lang wachten op een nieuwe taxi. Ja, uiteindelijk een nieuwe taxi. En toen waren we bij het restaurant aangekomen. Alleen, oh, ik weet even niet hoe ik mijn camera vast moet houden. Ik heb een beetje een lamme arm. Maar wat ik wou zeggen. We hadden bij een sunset restaurant geboekt. En we waren al een beetje laat voor de reservering. Maar we wilden daarvoor ook nog foto's maken. Nou, daar hadden we geen tijd meer voor helaas.
Dus toen gingen we eten en ja, het was gewoon best wel een toeristische tent. Personeel was niet zo aardig, service was niet zo goed. Eten was prima, maar het was best wel weinig. Dus nee, dat raden we niet aan. Het was wel gewoon leuk om de sunset te zien natuurlijk. Maar ja, bijvoorbeeld het allereerste restaurant waar we de allereerste avond zijn gaan eten. Die was echt heel goed. Gewoon zulke lieve mensen en zulk lekker eten. Ik kreeg ook echt veel en zo. Dus nee, we weten ook wel weer dat we dat niet gaan doen. En wat trouwens ook zo was, is dat aan de sunset, zeg maar aan de andere kant van het eiland, daar stond super veel wind. Echt zoveel wind. Dus ik had heel mijn haar gedaan. Nou ja, het moest gelijk in een klem. Want het waaide helemaal weg. Maar goed. Dat is eigenlijk alles wat ik er nog over kon zeggen. Oeh. Nou ja. Vandaag is onze laatste hele dag. En die gaan we gewoon lekker weer heel de dag chillen. Want het is weer 36 graden. Dus dat is heet. Dus we gaan gewoon de hele dag in de schaduw lekker liggen. Slapen, chillen. Dus dat is een beetje de planning. En bij deze ga ik dus deze week vlog afsluiten. Want het was gisteren zondag. Maar ik ben hier gewoon helemaal de dagen kwijt. Dus had ik even niet door. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te subscriben en een comment achter te laten. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!